Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Ja, daar komt het. Leg eens uit wat dit nou precies is. Nou, dit is, het heeft de betekenis van het neerdalen van de vurige tongen. Zoals in het evangelie staat aangegeven dat de Heilige Geest neerdaalt in de gedaante van vurige tongen. Door middel van die blaadjes van de pioenroos. Piet Diemier kwam met het idee om een oud gebruikte in ere te herstellen. En Piet zei, er moeten dus blaadjes uit die toren vandaan. En die toren kan wel, want er hangt een klok in van Cornelis ook. Dus dat kan allemaal. Volgens de schriften gebeurde dat voor de reformatie. En daarna is het in onbruik geraakt. En ik denk van nooit meer herhaald. Dus. Nou, zinvolle oude rituelen die herleven vind ik prachtig. Kijk, zoals in Amsterdam bijvoorbeeld weer herleeft de processie door de stad heen. Denk ik van, is nooit gebeurd. En het trekt en het blijkt onvoorstelbaar veel mensen te trekken. Nou, u zag het ook vanavond hier in de kerk uit. Maar ook buiten, heel veel mensen maken mee. Hé, hey, die kerk viert Pinksteren. En dat heeft te maken met iets wat neerstort. Nou, dat is de Heilige Geest. En dat er zoveel mensen bleven kijken. Ja, het was echt helemaal te gek. Echt Pinkster. Ja, ik vond het echt heel mooi. Die kleuren en dan door die zon al die verschillende kleuren. Ja, het kon niet mooier. Kon niet mooier. Dit heeft de Heilige Geest zo gewild, hè. En de trompet? Ja, nou, dat staat ook in de geschriften, hoor. Dat met trompetgeschal en het loslaten van een paar duifjes. Dus dat moet ook allemaal geregeld worden. En mensen deden allemaal spontaan mee.